Leon Vlemmings, jullie hebben voor de competitie nog niet gewonnen. Met hoeveel vertrouwen reizen jullie dan af naar de bekerwedstrijd? Ik heb altijd vertrouwen in elke wedstrijd. En dat is gewoon op basis van hoe je heel de week met de jongens bezig bent om dingen te verbeteren. En dat we daar niet tevreden over zijn, dat mogen wel duidelijk zijn. Maar ik kan in ieder geval altijd zeggen dat wij als staf een week er alles aan hebben gedaan om met vertrouwen naar de wedstrijd te gaan. En achteraf blijkt of dat goed genoeg is geweest en met wat voor resultaat. Nou, kan een amateurclub een gevaarlijke bananenschil zijn voor een profclub? Dat weten ze in Deventer sinds vorig jaar. En je hebt het zelf ook al eens meegemaakt, hè? Ja, dat zijn wedstrijden. Maar eigenlijk geldt voor elke wedstrijd. Maar dit zijn dan wel. Dat geeft een iets andere jus. Zowel voor de amateurclub als voor de betaalvoetbalorganisatie die daar tegen speelt. Ja, je mag geen enkel moment in een wedstrijd een gevoel laten ontstaan dat een amateurclub, zeg maar. Ruikt dat er iets te halen valt. En dat zit er met verschillende dingen. En dat zit er vooral in instelling. En dat moeten wij morgen zorgen dat geen moment kan plaatsvinden. En hoe wil je dat vertaald zien worden in het spel? Ja, in ieder geval anders dan we altijd doen. Ook de afgelopen wedstrijd hebben we teruggekeken. Er was weer behoorlijk wat emotie van teleurstelling dat je die wedstrijd verliest. Maar als je daarna rustig analyseert, en dat hebben we gedaan met de ploeg, waar we bezig zijn geweest en wat we beter hebben gedaan. En op het moment dat heb ik toen ook gezegd na de wedstrijd, dat wij zaten eigenlijk te wachten totdat we 2-1 maakten en een paar lullige spelervattingen. Die wedstrijd hebben we gewoon goed bekeken en daar hebben we van geleerd. Je mist wel een paar belangrijke pionnen, hè, met De Kogel en Overgoor. Ja, die hebben helaas een reactie gekregen op die wedstrijd. En dat is natuurlijk kloten. Maar dat betekent dat andere jongens de kans krijgen om te laten zien. En dat gaan we morgen doen. En verder kies je zoveel mogelijk voor de sterkste elf dus? Ja, dat is sowieso. Ik vind dat je elke wedstrijd moet benaderen op die manier. En dat geldt voor morgen zeker. Je woont volgens mij in Barendrecht. Ga je op het fietsje naar de wedstrijd of eerst naar Deventer en dan met de bus mee? Ja? Nee, ik heb hier een appartement, dus ik ben gewoon hier. Dus morgen vroeg ben ik ook hier. Tenminste, neem aan dat ik er dan nog gewoon ben. Dus ik ga hier gewoon heen en terug met mijn ploeg. Gaan we daar naartoe. En ik woon daar wel. Mijn familie, mijn gezin woont daar. Het is wel een beetje apart. Maar het is gewoon ook een wedstrijd die we moeten winnen.